Je zal het wel op een of andere manier gehoord of gezien hebben. De titel zegt ook al meer dan genoeg. Vandaag ga ik het hebben over het onderwerp: hoe is het om een taakstraf te doen, te ondervinden? Het is vandaag officieel de dag dat ik kan zeggen dat ik in mijn leven 2 taakstraffen heb volbracht. En dat is eentje die ik een tijd geleden heb gedaan en de tweede die ik nu afgelopen heb. Ik heb meer dan 70 uur heb ik gedaan om hier vanaf te zijn. Maar goed, nu ga ik dus vertellen over hoe het nou precies in elkaar zit en hoe het nou echt is als jij een taakstraf beleeft. Hoe gaat zo'n taakstraf hoe gaat het van start? Nou, je krijgt eerst vooral een bericht van jouw justitieassistent waar jij dit wil gaan doen. Ik had de keuze om te kiezen tussen de gemeente Lommel of in het Hagenven, natuurcentrum, natuurpark zeg maar. En voor mij was die keuze snel gemaakt, want uiteindelijk in de natuur staan is gewoon redelijk chill en je kan doen wat je wil. Je kan eigenlijk chillen zoveel je wil. Toen zijn we dus gelijk naar ons gesprek gegaan. Ons gesprek liep een beetje als volgt. Je kwam daar, je ging daar neerzitten. Je zei je naam, je zei welke dagen je kon. En klaar is Kees, voilà. In de pocket. Ik weet het gevoel dat ik daarheen reed. En gedacht van, jongen, ik wil hier zo snel vanaf zijn. Zo snel, want ik wil het gewoon nooit meer in mijn leven doen. En het is echt zo, jongens, ik zei op mijn vorige werkstraf. Dat weet ik nog heel goed. Er was ook een andere begeleider die er nu niet meer is. En ik zei tegen hem op het einde toen ik klaar was, ik ga dit nooit meer in mijn leven doen. Nooit meer. Nada, nompus, zero. Toen kwam het dus uit dat ik nog een keer moest doen. Maar dan een veel meer uur. Bijna drie dubbele. Maar goed, eventjes de intro gedaan. Nu ga ik het hebben over hoe die taakstraf er nou echt uitziet. Kijk, want veel mensen die hebben wel eens een taakstraf gedaan. Ik bedoel, als jullie nu kijken, ik hoop het niet. Want het is duidelijk iets dat je iets verkeerd hebt gedaan. Een taakstraf ziet er een beetje als volgt uit. Je gaat je daar aanmelden, je komt daar aan. En dan pas zie je of je collega's hebt, ja of nee. Nou, in ons geval, Ron en ik hadden bij 1 collega. Een vriend tevens ook, die is nu echt een vriend geworden. Een Nederlander, uit privacy ga ik zijn naam niet zeggen. En wat hij gedaan heeft, dat ga ik ook niet zeggen. Jullie weten ongeveer wel wat ik gedaan heb. En zo niet, dan kan ik er nog een andere video over maken. Je leert met elkaar kennis maken. Je leert de begeleider kennen. Jens in dit geval. Ik weet niet of ik zijn naam zeg. Ja of nee. Doet ook niet toe. En heel chillig gast. We mochten heel veel van hem doen. Op een gegeven moment, ja, kon het ook niet anders. Je moet naar je eerste, zeg maar, je eerste klusje gaan. En Roland en ik waren zo van, kijk, we kunnen hier wel werken. We werden er niet voor betaald, dat zat al vast. We dachten, we doen gewoon heel chill ons werk en dan zien we wel hoe het bevalt. Nou, ik weet nog mijn eerste dag, toen kwamen we eraan met die gast uit Nederland en toen moesten we dus echt met een riek, zeg maar, hooi gaan oprapen. En we hadden dus een auto, en daar heb ik een foto van als het goed is, en ook een video. Onze auto, waar we heel de tijd mee toeren. Als je echt zeker bent dat de batterij... Ik ga de radio even wat zacht zetten. Dit is het werkje wat we gedaan hebben. Hier komen we vandaan. Dus je boy alweer Maas. Daar loopt mijn begeleider. Daar, dit is de auto. Als ik nu wil, kan ik gewoon wegrijden. Maar zo ben ik dus niet. Dus dat doe ik ook niet. En ja, we gaan nu eten. Het is middagpauze. Je kan het zien. 12 uur. En dan nog een paar uurtjes strijden. En dan zijn we klaar voor vandaag. Dus je boy out. We gingen die jeep ophalen. En met die jeep reed dus over het hele landschap heen en weer. Dat landschap was ongeveer 10 hectare groot, dus heel veel plek. Dus je moet je natuurlijk makkelijk kunnen vervoeren. En daar hadden we dus een auto. Heel chill. We naderen nu een groep koeien, jongens. Er staat eentje op de weg. En ik ben heel benieuwd wanneer die weg gaat. Ja. Uiteindelijk, ons werk was chill. De dagen vlogen voorbij. Je had op een gegeven moment een week, want we hadden dus een week dat we bezig waren. De weken waren als volgt: woensdag, donderdag en vrijdag. De rest van de dagen kon die gast niet. Dus we moesten 3 weken doen van die 3 dagen. Als ik het goed uitrekend heb, kan dat. Staat hier het rijtje goed? Ik weet het niet. Dus woensdag, donderdag en vrijdag. Ja, het wordt een heel lijstje, hè. Ik weet nog goed dat ik op de Rimmer Roland op een gegeven moment zei toen de week gedaan was. Oké, kijk, we zijn nu 1 week door, dus 3 dagen. Eigenlijk valt het best wel mee. We hebben heel veel lopen zeisen. En voor degene die niet weet wat zeisen is, dan heb je... Hey, hallo. Dan heb je een ding vast waar je eigenlijk mee een heupbeweging doet om gras of planten mee weg te werken. Ik heb er toevallig een video van, ook tevens een deel van mijn vlog. Het enige wat ik daar gefilmd heb, want de rest is maar mijn iPhone en wat foto's. Maar ja,
Kijk even mee. Je kan het zien of je kan het niet zien. Ik heb een riek vast. Daarmee zijn we heel de tijd dit doen, Roland. Jij zult het wel kennen ondertussen. Ja, ik ken het. En ondertussen, als deze vlog online staat, zal Aaron het ook wel weten. Wij zijn nu klaar. We hebben nog een paar dagen te gaan. En ik zal je zeggen dat ik nog nooit zo'n leuk gevoel heb gehad dat ik ergens klaar mee ben dan dit. Ik ook. Oh, geef ik je helemaal gelijk in. Dit. Je moet even laten zien. We hebben helemaal lopen zeisen. En wat is zeisen? Ik zal het je uitleggen. Ik kreeg net boel hangen op zijn schuim. Ben ik dat ook? Dit is zeisen. Dit doen we dus de hele tijd eigenlijk. Zoom je in? Ja. En dat hebben we dus de hele tijd lopen doen. Het is je boy altijd vloggen, jongens. Ik heb mijn camera gewoon. Denk even hoe ik denk. Ik denk, ik heb een taakstaf, maar ik kan er ook weer een video van maken. En dat is positief. Dat is van iets negatief iets positief maken. Wishful thinking. Nogmaals, volwassen. Hashtag alwinners. Hey. Dus goed, de weken gingen voorbij. Alles ging leuk, alles ging lekker. Tot we op een gegeven moment echt een klote week moesten doen. En dat was riet weghalen uit water. En ik weet nog dat ik tegen mijn beleider zei, kijk, ik heb het al eens een keer gedaan, want daar heb ik nu nog beelden van. Die lopen ondertussen nu, terwijl je mij hoort praten, zie je dat ook. Ja, dat moest dus allemaal weggehaakt worden. En je ziet heel de lengte van het kleine beekje. Dat moest dus helemaal weg met, ja, dat hele riet moest weg. Dus er mocht geen enkele riet meer over zijn, zodat de beestjes die daar zitten gewoon goed konden blijven zwemmen. Ik lijk een motherfucking leerkracht van biologie, dat ben ik niet. Heel vermoeiend. En wat het nog vermoeiender maakte, jongens, is dat wij in de brandende zon stonden. En over de brandende zon gesproken, kijk eens even mee hoe Roland eruit zag na één dag vol in de zon te staan. Scootje fan. Met dat verbranden gek. Ja jongens, stop maar met dat erin te... Oh, Rolandje. Ja, dat doet pijn. Dat doet pijn. En ik heb ook gezegd tegen Roland, doe het nou niet. Ga niet werken, want hij had de volgende dag heel veel jeuk aan zijn tatoeage. En hij had die tatoeages pas ook gezet in de tijd dat wij die taakstraf deden. En op een gegeven moment was er discussie tussen ons van, zou ik die dag wel gaan, de volgende dag? En toen heeft Roland uiteindelijk beslist, daar zal Roland ook nog ongetwijfeld een video over maken. Uiteindelijk heeft hij beslist om die dag dus een dag later te doen. Wat er dus voor zorgde dat ik uiteindelijk alleen stond op die taakstraf. Wat eigenlijk wel chill was, want op de volgende dag hadden we dus gewoon chill weer. Ik werkte door en ik dacht, ik wil er zo snel mogelijk vanaf zijn. Jullie zullen vast wel denken, word je echt als crimineel gezien? Hoe gaat het in België in zijn werk? Nou, ik kan even zeggen, je wordt echt gewoon als een normale jongen gezien. Het is niet zo dat je je aankijkt als crimineel. Natuurlijk zijn er wel mensen die vragen wat jij gedaan hebt. Dan heb jij de keuze of je dat vertelt, ja of nee. Nou, bij Roland en ik was het zo minuscuul dat we dachten, we zeggen het maar gewoon. Om even verder op het verhaal te gaan, hoe zo'n taakstraf nu uitziet. Je hebt ook pauzes. Dus uiteindelijk als jij, wij werkten vandaag gewoon 8 tot 4. Wat eigenlijk best chille uren waren, altijd maar net op tijd. Echt serieus, 5 minuutjes of zo. Van 8 tot 4, dus van 8 tot 10 hadden we onze eerste pauze, 9:45. En wat wij natuurlijk deden was heel tijd rekken. Wij rekten zoveel mogelijk tijd om gewoon te kunnen chillen. Want wij, uiteindelijk dachten wij, ja, we kunnen hier wel doodwerken. Want wat hebben we er hier nou aan? En natuurlijk de energie die je verbrandde. Dat was niet normaal. Op het einde van elke dag, ik weet nog dat Ronald en ik klaar waren na die week. En wij waren alle twee echt pampers leeg. Echt helemaal kapot. En ik weet nog dat ik tegen hem zei, ik kan gewoon dit niet volhouden. Ik moet gewoon eerst even slapen, uurtje een dutje doen en daarna weer verder gaan met mijn dag. Dus we kwamen 4 uur hier aan. Ik weet nog dat mijn moeder altijd om 5 uur thuis komt en dan pas gaan wij dus... We gingen dus eerst slapen, naar boven. Toen kwam mijn moeder terug en toen ging ik dus ook opstaan. Een klein dutje, voel je weer lekker, kan je de volgende dag weer met meer energie heen gaan. Waar Rood en ik veel mee te kampen waren, waren dus frustraties. Hoe komt dat? 1. Je bent moe. 2. Sommige dagen heb je minder geslapen. En 3. Rood en ik blijven nog steeds broers. Dus wij naaien elkaar sneller op dan andere mensen. Ook al waren er sommige collega's bij. Roland, als je kijkt, jij weet wie ik bedoel, die echt ook irritante mannetjes waren. Ik zat dus in de auto en ik zal het gewoon nu al laten spelen. Je ziet me dus in die auto zitten, helemaal doorheen. Mijn begeleider moest er een paar dingetjes doen, want het was vlak voor dat we mochten kappen. En ik zat er echt doorheen. Ik dacht, ik wil gewoon naar huis. En ik was met niemand aan het praten, ook met Roland niet. En ik zag dat hij filmde. En hij stuurde dat dan naar een Engelse vrienden. Dus je hoort mij ook zeggen, yo, is het van Nathan? Maar ik zat echt doorheen. Man, hoe kan ik zelf zoveel vertellen hebben over een taakstraf? Ik zou gewoon zorgen dat je er nooit een hebt, jongens. Maar goed, uiteindelijk is wat ik deed, wat Roland en Aaron ook deden, voor een beter leven. Dat begrijpen mensen nog steeds niet. Als ik het woord taakstraf zeg, op Instagram bijvoorbeeld ook een video gooi, dan denken mensen, wat heb jij gedaan? Terwijl ik gewoon voor mijn toekomst alles
alles uitgestippeld heb en ik wil daar het beste van maken. En dat is met behulp van video's mijn pad. Natuurlijk hebben wij heel veel gebieden gezien, heel veel foto's heb ik gemaakt. Uiteindelijk, om nu erop te kijken dat ik het gedaan heb, dan ben ik echt wel dankbaar. Blessed in mijn leven dat ik dit afgerond mag hebben. Kijk, ik heb helemaal geen spijt ervan. Nee. Als je mij die vraag zou stellen. Ja, dit zullen toch voor altijd herinneringen blijven. Ik heb ook expres gezegd dat tegen mijn begeleider. Ik ga dat niet zeggen tot ziens. Want voor hetzelfde geld heb ik weer wat gedaan door mijn YouTube video's. Waar nog een uitspraak moet van komen. Dat ik weer naar die plek word gestuurd. Natuurlijk, je leert er al wat van uit. En dat is dus nu de vraag die jullie misschien hebben. Leer jij daar wat uit, Alwin? Heb je daarvan geleerd? Is het een goed lesje voor je? Uiteindelijk mijn antwoord zal daarop ja zijn. Want de volgende keer dat je video's gaat maken, ga je wel denken, wil ik nog wel een keer een taakstaf doen zoals dit? En natuurlijk, het accident wat wij hadden was ook een ongelukje. Ik weet dat het niet meer gaat gebeuren. Dus uiteindelijk ben ik blij dat ik dit afgerond heb. In ieder geval, leuk dat jullie gekeken hebben. Ik ben weer terug op YouTube. Ik ga weer zoveel mogelijk leuke video's maken van alles en nog wat. Voor nu, jongens, zeg ik dankjewel. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het blauwe duimpje omhoog doen. En natuurlijk bedankt voor het abonneren. Mocht je dat al gedaan hebben. Mocht je nog niet gedaan hebben. Mijn naam is Alwin. Nog één goede raad, jongens. Als jij ooit in een situatie zit. Zou ik het doen of niet? Denk altijd twee keer na. En doe niet zoals ik. Want ik denk niet na. Maar misschien is dat wel leuk voor views en voor abonnees. Goed, jongens. Bedankt voor het kijken. Hopelijk tot snel. En doe dat belletje even aan. Dat wil ik nog zeggen. Doe dat belletje aan. Zodat je niks mist. Want uiteindelijk zijn wij... De Alwin's, de snelst opkomende familie van Nederland en België. Is je boy out, rat, boom!